Hallo, kijk, Johnny T. Ik ben Mark en ik ben er vanaf met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hola. En we zijn vandaag weer in het, nou, een hele kleine park eigenlijk. En ik wil vandaag sowieso nog eventjes proberen om een achtbaan te krijgen, want dat hebben we nog niet. Ik weet niet wat jij nog voor plannen hebt, Ido. Ik heb nog een parkwaardering. Ja, dat is... Ik denk dat het een beetje te maken heeft hoe druk het is. Want daar kan het nog best wel hard aan liggen. Want ja, wat zijn de meeste gedachten van bezoekers? Ik ben misselijk, het is hier te druk. Ja, heel wat mensen die zeggen het is hier te druk. En sommigen die zeggen wel, ja... Hoeveel mensen is heel veel? Ja, dat kan ik niet precies zeggen. Ongeveer de helft. Dat kun je zien. De helft. Oh nee. Bij mij is gewoon loopt, staat in rij voor Enterprise 1, staat in rij voor... Toppen versie 2, of verticale trouwens. Staat in de rij van verticale draaimolen versie 6. Ja, oké. Okay. Er zijn 206 mensen die zeggen het is hier te druk. Bij mij niet. Oké, okay, dat is een pad. Wat hoeveel geven we er bij jou precies aan? Geen. Kijk je wel naar de gedachten van mensen, of Ja. Oké. Okay. Vaag. Nou, ik ga maar eens even kijken wat voor een achtbaantje ik ga maken. Een omgekeerde haarspel achtbaan. Omgekeerde mini achtbaan. We hebben niet veel attracties, maar dat maakt misschien niet veel uit. Zal ik er snel eentje bouwen? Dat kan. Ik ga een hele compacte bouwen. Dat is goed. En wat wordt het van achtbaan? Oh, een compacte omgekeerde achtbaan. Aha. Misschien is het voor de volgende attractie wel een goed idee dat we even iets meer, ja, van elkaar afhalen. Want het zit echt compact op één plek, laat ik maar zeggen. En de rest, ja, wordt gewoon niet gebruikt. En daarom is het ook zo druk. Als je meer de bezoekers overal in het park hebt, dan heb je wel meer zo van, ja, het is hier niet zo druk. Terwijl er wel gewoon bijvoorbeeld 1000 bezoekers in het park zitten. Bijna. De parkwaardering zakt gewoon nog steeds. Ja. Maar in ieder geval hebben we geen lening meer. Dat is wel positief. Dan zijn weer 3 mensen weg. Ja. Ik denk dat weer 1. Ja, ik denk dat er ook wel heel wat weggaat vanwege dat het gewoon te druk is. Kom, laat ik gewoon zo'n verboden toegang om door de ingang neer te zetten, als je eruit gaat. Dan ben je toch ook lullig, jongen. Zo van, ja, mag die er buiten, mag die weer. Dit uit. Eenmaal binnen is altijd binnen. Ja, precies. Snap je het idee van de achtbaan al? Het gaat alleen een beetje omhoog en voor de rest zie ik nog niks. Dus ik zou het niet weten precies. Ja, wat een hele leuke achtbaan. Ja, kom dat op mensen, koop eens wat. Wat? Koop eens wat. Ja, we hebben weer money nodig. Of we moeten gaan regelen, dat kan ook allemaal eens werken. Voetpaden zijn smerig. Maar ik kan mijn voetpaden niet eens zien hoe smerig ze zijn. Ja, er zijn gewoon te veel mensen die erop lopen. Dus hoe gaan we dat probleem eventjes oplossen? Water plaatsen. Ja, dat kan ook.
Ik weet niet of dat zo'n verstandig idee is. Want ik denk dat ook misschien wat meer paden rondom attracties heen misschien ook wel een nuttig idee. Kerst ons geld. Ja, dat is een probleem juist. Dus ik denk ook niet dat een achtbaan op een moment dat dus eigenlijk wel zo'n verstandig idee was. Nee, is de mensen, er komen geen mensen meer bij, dat is een parkwaardering. Eigenlijk te laat. Ja. Dus ja, hoe gaan we dit fixen? Niet. Ik zou eerst een paar schoonmakers erbij moeten hebben, want dat is probleem 1. Te weinig schoonmakers. Ja. Daar ben ik al mee bezig. We hebben een liggende achtbaan. Ja. Dat zou niet goed zijn als de zijkant ligt. Nee. Dat lijkt me ook niet zo handig. We hebben niet eens 4 euro. Niet eens 4 euro, nou bij mij zie ik een ander bedrag, maar dat komt waarschijnlijk door die netwerkdesynchronisatie. Hoe sta jij in de min? Nou, ik sta in de plus 230. Ik sta min 16. Rip. Onze parkwaardering moet wel weer eens omhoog gaan. 30 cent in de plus. Yes! We zijn rijk! Mensen blijven gewoon een bankje slopen. Ja, dat is ook irritant hoor. En de prullenbakken. Ja, die gooien ze zeker weer omver of zo of iets. Ja, die hangen gewoon in elkaar. Hangen in elkaar. Ook apart. Gewoon prullenbak die ik net gerepareerd heb, of bank, zijn gewoon alweer kapot. Wauw. Hebben we eigenlijk überhaupt wel van die beveiligers lopen? Ja, ja. We hebben er 2. En toch weten ze van elkaar te krijgen om alles te slopen. Ja, nee, soepel. Zo'n parkwaardering schiet ooit een keer hard omhoog. Ja. Nog net 479, nu 573, dus krijg je geen meer geld. Ja, dat regent bij mij. Ik weet niet of het bij jou regent. Jij hebt echt veel vaker regen dan mij. Ja, het helpt ook niet echt met die netwerksynchronisatie, laat ik maar zeggen. Want ik zie nu gewoon hele andere dingen dan wat jij ziet. Bijvoorbeeld, ik zie regen, geld loopt lekker omhoog. Zal dat bij jou zo goed? Bij mij juist niet. Want ik zit al bijna op de 2000. Oké, het gaat van onweer naar normale regen. Fuck. Dat gebeurt wel vaker. Ja, oké. Ik vind de frisdrank erg goedkoop. Nou, 2,10 euro. Dan maak je duur die. Hoe die kosten de wc's? 10 cent. Nou, maak er 20 cent van. Ja, dat kan ook. Even kijken. Ik kan er gewoon 3 euro van maken. 3 euro om in de wc te gaan. Nou, dan ben je toch ook wel egoïstisch, kom. Waarom niet? Waarom wel? In Japan betalen ze ook zo 20 yen om naar de wc te gaan. Japan, kom. Ik vind het al irritant als je bijvoorbeeld bij een benzinepomp naar de wc te moet dat je al gewoon geld moet betalen, maar hey. Kan dan de struik induiken. Ja, precies. Maar ja, als je dan weer gepakt wordt door de politie, dan krijg je weer een boete. Nou, niet overal. Ja. Buiten het bouwde kom is dat.
Ja, oké. Okay. Wat denken de mensen nu? Ik ben misselijk. Ik denk dat ik misschien even beter kan reconnecten vanwege dat ik gewoon 5000 plus heb. En ik weet niet wat er nou eigenlijk op wel bij jou. Ja, reconnect maar even. Zo, ik ben er weer en ik zie in wat voor chaos ieder allemaal leeft. In 33 euro. Dat is niet veel, laten we maar zeggen. Onder nul. Ah, daar gaat weer plus in. Dus dat is positief. Maar hopelijk gaat het dan... Oh, en ik heb mijn netwerk die synchronisatie gedetecteerd. Oh, nee. Kom, laat het even regenen. Dat is beter dan de zon. Min 200. Jee. Misschien ik kan het snel laten regenen. Nee. Een cheats. Misschien niet zo'n goed idee. En wanneer we de volgende attractie hebben, dan denk ik dat ik de onderzoek ook eventjes wat lager ga gooien. Hoezo? Ja, we lopen nu nog heel veel in de min en zo. Ja, we kunnen nu ook wel lager zetten. Ja, oké. Okay. Naar minimum budget. Dat is misschien wel wat beter, ja. Ik denk dat dit probleem wat we nu hebben toch wel door de marketing komt. Dat gewoon te druk. Nee. Wat? Zou best wel meevallen. Nou, ik weet niet wat jij meevallen vindt. Maar er is alleen één probleem. We hebben meer geld nodig. Ja, zodat we even... Uit de min zijn we al. Wat? Uit de min zijn we al. Alleen die parkwaardering moet even ziek hard omhoog. En er mag wel even gaan regenen. Misschien in de maand oktober. Gaan we toch meer richting de herfst, laten we maar zeggen. En de herfst is het meestal wel regenachtiger. In de lente ook. Dan de zomer. Oké, okay, waar klagen de mensen dan even over? Gedachten. Ja, ik ben misselijk. 56 personen. Hebben we toevallig eigenlijk wel ergens een EHBO-post? Nee, volgens mij niet. EHBO, dat is voor mietjes. Gewoon in de prullenbak gaan kotten, zeker. Precies. Misschien is dat toch wel een goed idee om even ergens dadelijk een keer een EHBO-post neer te gooien. Want anders blijven ze op de grond kotsen. Is niet mijn probleem. Probleem voor de schoonmakers. Ja, maar het minst onlogische vind ik nog wel is dat ze het dan opvegen met een bezem. Precies. Dat is toch onlogisch. Verticale achtbaan. Eerst al een liggende, nu al een verticale, maar wanneer komt er een horizontale dan? Weet ik niet. Ik ook niet. Jij, en jij al pas. Pak met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Heb ik een prijs voor gekregen. Ja, ik ook. Ik kan de internetprijs dus omhoog. Oké, okay, dat zag er even heel vaag uit. Dat mijn datum stond op 1 oktober. Stond even. Dat was wel heel vaag. Ik denk dat het gewoon september en oktober in elkaar zat. Het zal wel vaag zijn, maar hey, sure.
Dat ken, hè? Ja. We staan weer lekker in de min. Niet meer. Alleen die parkwaardering moet even omhoog. Ja. Ja, hij gaat weer omhoog. Klopt. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. De volgende aflevering gaan we waarschijnlijk het probleem met de bezoekers eventjes regelen. En misschien nog de achtbaan afkrijgen. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet of dat gaat gebeuren de volgende aflevering. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en abonneer op ons kanaal. Dan zie ik je volgende keer weer. Later.